Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Stevens Podiumgasten. We gaan meteen beginnen. Hier is voor u Benoos. Every day I got the blue. Every day I got the blue. There ain't nobody worry, there ain't nobody crying. I'm gonna pack my suitcase and move on down the line. Gonna pack my suitcase and move on down the line. There ain't nobody worry, there ain't nobody crying. Yeah, every day I got the blues. Every day I got the blues. There ain't nobody worrying, there ain't nobody crying, yeah. Gonna pack my suitcase and move on down the line. Gonna pack my suitcase, move on down the line. There ain't nobody in the world, there ain't nobody crying. Sing it with me. Every day I got that blues. Every day I got the blues. You see me worried, baby, it's you I had to lose. Goedenavond, Benoos. Goedenavond. Welkom. Ja, dankjewel. Vertel, waar en hoe is het begonnen? Waar en hoe is het begonnen? Als 12-jarig jongetje ben ik in de plaatselijke fanfare gaan spelen. Mijn oudere broer die speelde toen al in bandjes, gitaar en amusementsbandjes. Dus die heeft me wat gitaarlesjes gegeven. Toen ben ik in de amusementswereld terechtgekomen als eerst als bassist, later als toetsenman en nog later als gitarist. En ik was op een gegeven moment het geneuzel, met alle respect, van Frans Bauer. Heb je even, voor mij moesten we 4 keer op een avond spelen. En dat was ik zo beu. Ja, toen had ik echt genoeg van het amusementswereldje. Toen ben ik gestopt en heb ik een blues- en rockband opgericht. En ja, die bestaat nog steeds. Dus daar speel ik gitaar in en zing ik met mijn kraakstemmetje. En ja, dat is lekkere repertoire van AC/DC, Dire Straits tot Anouk, dat soort werk. En dan nog, daarnaast nog wat blues setjes. Afhankelijk wat de mensen willen. En dan heb ik daarnaast heb ik nog een eigen studiootje begonnen 5 jaar geleden. Home recordertje gekocht en wat dingetjes op gaan nemen. En zo ben ik eigenlijk als Benoos begonnen in 2017 mijn eerste singeltje uitgebracht. Prachtige vrouw. Dat was zomaar een probeerseltje. Gewoon van ja, ik wist ook niet dat Nederlandse lied bijvoorbeeld vooral deze kant zo populair nog was. Nee. En dat was eigenlijk wel een levensliedje, maar dat is niet echt mijn ding. En ja, inmiddels, deze single is alweer de 10e single. Dus ja, dat is in het kort mijn muzikale carrière. Ja, want Benoos is dan jouw artiestennaam. Ja. Wat betekent eigenlijk en wat is de afkomst? Benoos. Mijn echte naam is Ben van Hoof. Ben. Ja. Jij kunt zien dat ik geschapen ben met een grote neus. Dus ik heb Noos een beetje verbasterd naar Noos, N-O-O-Z. Ja, Benoos. Ik ben trots op mijn grote neus. Ja. Dat was Efren is van mijn vader. Dus vandaar de naam Benoos. Oké, dat is dan duidelijk. Ja. En waar komt dan de liefde voor de muziek vandaan? Ja, ik denk dat mijn vader die was ook wel muzikaal. Maar ja, destijds speelde ook toneel, zong in een zangkoor. Ja, wat ik zeg, mijn oudere broer die
die is ook muzikaal dan. En mijn andere twee broers helemaal niet. Dus ik heb ja, een beetje van mijn vader geërfd, denk ik. En ja, opgekeken naar mijn oudere broer. En zo is dat ja, een beetje gegroeid. Ja. En gitarist, toetsenist, wat doe je dan het liefst? Gitaar. Toch wel? Gitaar. Ja. Ik ben, dat had ik eigenlijk. Ik ben vroeger natuurlijk begonnen op gitaars, wat akkoordjes, maar niet. Nou, toen ging ik weer bassen, toen ging ik weer toetsen spelen. Toen zat ik ook nog in de fanfare. Dus van alles wat. En ik wou ook nog graag voetballen. Ik vond het jammer dat ik niet destijds. Had je natuurlijk nog geen YouTube en alles. Internet was er nog niet. Dat ik toen niet verder ben gegaan als gitarist. Want dat is wel mijn. Dat vind ik het leukste wat er is. Maar ja, ik speel. Mijn eigen liedje speel ik aan mezelf in. Dus ook de toetsen doe ik. Maar ik ben geen virtuoos op de piano of zoiets. Nee. Maar ik kan mijn akkoordjes en mijn toonladdertjes en dan. Maar dus als jij vraagt wat doe je het liefst? Gitaar. Toch wel gitaar. Ja. En zijn er nog meer instrumenten die je graag zou willen bespelen? Nou, ik speel ook blues, harp, ik speel sousafoon in principe. Dus ik vind bijna alle instrumenten wel leuk, mooi. Maar ik vind dat ik qua instrumenten heb ik wel, vind ik dat ik genoeg kan. Ja. Ik heb ook niet meer nodig, zeg maar. Ja, want na 15 jaar heb je dus, was je het amusement gewoon echt een beetje beu. Nou, ik ben vanaf mijn 15e begonnen eigenlijk in amusementsbandjes. Ja. En ik speel nou in deze band, hebben we een jaar of 15 ongeveer. Dus ik heb tot mijn 35e echt wel in die amusement top 40. Weet je, dus sta je in een feesttent te spelen en dan al die gillende vrouwen voor je podium. En dat is leuk en aardig, maar op een gegeven moment heb je dat gehad. En wat ik zeg, drie keer op het. Als je dan een hitje had. En toen in die tijd had Frans Bauer net een hit van Heb je even voor mij. Nou, daar zit als gitarist helemaal niks in. Nee, totaal niet. Je mag dat nummer dan ook niet. Het was gaan verkloten door. Nee, dat was helemaal niet spannend. Nee. Vaak had je bruiloften met 40, 50 man. Die gingen natuurlijk. Vroeger, toen ik nog met mijn broer speelde, had je 2-3 bruiloften in een weekend. Maar ja, er gingen steeds meer mensen scheiden. Minder mensen trouwen. Dus de bruiloften werden allemaal minder, kleiner. En op een gegeven moment had ik het. Had ik het gehad. Ik zei: nee, dit wil ik niet meer. Ik wil nou. Daarbij heb ik een jaartje eigenlijk niks gedaan. Wel theorie. Mijn eigen verdiept in de theorie van de muziek. Dat spreekt me nog steeds heel erg aan. Ja, en toen ben ik de blues en rock band begonnen en was in het begin echt blues en dat is mijn favoriete stijl. En later is dat dan weer rock liedjes, want dan komen de vrouwen weer, die zijn blues na 3 liedjes bij. Dus die willen weer Anouk horen, wat uiteraard ook heel goed is. Uiteraard. En dat hebben we er ook allemaal bij gedaan. Dus zo is deze band een beetje ontstaan. Had je dan die tijd nodig om echt daarover over na te denken dan? Nee. Om je juist te gaan verdiepen in al dat. Theoretische. Nou, dat vond ik. Ik was al altijd geïnteresseerd in de theorie en akkoorden leren en notenbalkjes of toonladdertjes. Dat vind ik prachtig. Ik vraag mij, ik ben ook altijd benieuwd hoe gaat Eric Clapton nou zijn solo benaderen? Doet hij het gewoon op gevoel of gaat hij er ook wel eens bij nadenken van? Ja. En die doen dat ook overigens. Maar je doet het ook vaak met gevoel natuurlijk. Dat is een beetje verschil. Maar ik vind dat heel leuk om te weten hoe een muzikant. Ja. Ik weet er theoretisch best wel wat van. Ja, precies. Heb je echt compleet verdiend. Ja. Ja, dan heb je dus een aantal bandjes gedaan. Ja. Waarom toen niet al meteen solo? Ik vind mezelf, ik ben geen grote zanger. Ik heb altijd in mijn bandjes wel gezongen, maar je zult van mij geen kippenvel krijgen of je moet de verwarming uitzetten. Maar ik ben toen 2017 begonnen met mijn studiotje met een home recordertje. En toen, ik had een liedje een keer geschreven voor mijn vrouw. En mijn broer die nam toen ook al singles op en die ging altijd naar Laurens van Wessel. Dat is de producer van Frans Bauer, hebben we hem weer. En die woont een dorpje vlak bij ons. En toen ben ik eens een keer met hem naartoe gegaan. Had ik een stickie bij met een opname van Prachtige Vrouw. En ik vroeg aan Laurens, goh, kun je dit nou in jouw recorder laden? Of hoe zit dat? Dus hij zei, ja, leuk, geen probleem, dat kan. Dus hij zei, ik kan ook tracks opnemen en dat naar jou mailen. Wist ik allemaal niet dat dat kon. En hij zei, wat is dit voor een liedje, man? Ik zei, ja, probeer eens. Hij zei, dan moet je wat mee doen. Nou, toen heeft hij daar een drumpartij bij gemaakt en nog een pianopartijtje gespeeld. En toen heb ik dat uitgebracht, Prachtige Vrouw. Ja. Maar dat is echt een beetje wel levenslied, maar dat is niet echt mijn ding. En toen ben ik erachter gekomen dat dat Nederlandse lied heel erg populair is in Nederland. En vooral deze kanten uit, bij ons in Brabant nog iets minder. En ook bij de jeugd dat het Nederlandstalige lied zo geliefd is. En dat heb ik eigenlijk nooit geweten. Nee. Ja, daarna ben ik gaan schrijven nog steeds. En, maar
geen levenslied, geen feestlied. Die schrijf ik wel voor andere artiesten, maar die zal ik zelf niet... Ik hou niet zo van, ik hou van jou, ik blijf je trouw. En, nee, dat lang is een zoetsappig voor je. Ja, ja. Moet wel een beetje een boodschap in. Boodschap. Ja. Een beetje, ja... Anders rijmwoordjes dan de meeste liedjes. Met alle respect voor de artiesten die het wel doen. Uiteraard. Ja. Dus, ja, in dit programma mag je dus 3 liedjes zingen. En je hebt dus ook gekozen voor Daar bij de Waterkant. Ja. Wat heb je met dat liedje dan? Als ik zou moeten optreden als Benno, dan zing ik het liefste Simple Minds, bluesliedjes en een beetje lekker... Maar ja, dat gaat niet altijd. Er zitten veel oudere mensen natuurlijk in de zaal. Nou, dan pas je eigen aan. Ik heb van Wil Tura, Eenzaam Zonder Jou, heb ik zelf een orkestband gemaakt. Een beetje in een jazzy-stijl. Nou, dat vind ik een prachtig Nederlandstalig liedje. Daarbij de Waterkant, ja, ik denk dat ik 14 was, dat ik daar op mijn eerste gitaarlessen al... Dat kun je ook een beetje mengen natuurlijk met het Engelse Down by the Riverside. Ja, en wat ik al zeg, de mensen willen vaak die liedjes horen. Dus ik wil graag laten zien dat ik wel van alles kan of doe. Of kan, doe in ieder geval. Of ik het kan, dat is aan de mensen. Daarbij de Waterkant, ja. Het is ook een stukje nostalgie natuurlijk. Hè? Dat is wel heel erg nostalgie. Ja, en hier in Stadsnaal zou het zeker goed doen. Want praktisch iedereen hier woont aan de Waterkant. Oh ja, tuurlijk. Dus ja, we gaan naar je luisteren. Ja, oké. Okay. Benno's, Daar bij de Waterkant. Oh ja. Ik heb jou voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. En ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. En ik vroeg of jij me kussen wou, daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. En ik voel die eile kussen wou. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. En ik kreeg een kleurtje en zei nee, hoe komt u op de day? Ik ben beslist, afbij. Maar na de loop van nog een jaar werden we een paar, stonden we samen op het stoep van het stadhuis. En ik heb je voor het eerst ontmoet en jullie, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. En ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Oh! Everybody happy? Oh, I met my little brown-eyed girl down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I met my little brown-eyed girl down by the riverside, down by the riverside. And he kreeg een kleurtje en zei nee, hoe komt ie op die bay? Ik ben de slecht apart, maar na de loop van nog een jaar werden we een paar. En stonden we samen op het stoep van het stadhuis. En ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. En ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ja, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Dank u wel. Tijdens carnaval, dan doe je iets met een dweilband? Deed ik met een dweilband. Ik ben altijd in ons dorpje 11 jaar lang Prins Carnaval geweest. Samen met een grote boer en een nar.
alle drie 11 jaar aan een stuk. Dus dat is, ja, dat gebeurt niet vaak. Daar ben ik 1 jaar of 5 geleden mee gestopt. Maar wij hadden daarnaast ook nog een eigen dweilbandje dan, waar ik ook alle nummers voor schreef. Maar ja, allemaal mensen van mijn leeftijd, allemaal tussen de 50 en de 60. En de jeugd wil dat niet meer. Die vinden een dweilbandje wel leuk bij de carnaval, maar ze willen zelf niet meer toeteren. Ja, wij konden er geen nieuwe mensen bij krijgen. Stopten er die weer. We waren op een gegeven moment met, denk ik, 11, 12 mensen. Ja, en als er dan eentje ziek is tijdens de carnaval, dan gebeurt natuurlijk nog alles verkouden. Ja, ja, dan kon je niet meer. En op een gegeven moment hebben we 3 jaar geleden, net voor de corona, denk ik, hebben we gezegd, joh, we stoppen ermee. We zijn allemaal nog wel carnavalvirus, maar ja, het werkt niet meer. Dus de dweilband is toen, zijn we mee gestopt. En hoe is zo'n dweilband, hoe is dat dan samengekomen dan? Oh, dat is al heel vroeger, toen was ik denk 1 jaar of 22, toen speelde ik er nog niet bij. Toen waren wat mensen uit ons dorpje, die hadden tegen de carnavalstichting gezegd, ja, we hebben een dweilband. Dus die carnavalstichting helemaal blij. En die kregen allemaal op de Prinswagen, maar die hadden allemaal nog nooit een instrument gespeeld. Dat was eigenlijk, dus die zaten allemaal te toeteren en te gitaar. En toen waren er toch een paar bij, die zeiden, ja, eigenlijk is het toch wel leuk. Ja, een paar mensen van de plaatselijke fanfaren weer geholpen. En zo is die dweilband eigenlijk ontstaan. Wij bestonden iets van, ik geloof, 40 jaar hebben nog... Ja, we bestaan ongeveer. Dus ja, jammer dat dat klaar is. Maar carnaval loopt ook allemaal terug. En alles loopt terug, helaas. Dat zie je zeker. En de jeugd, ja, ik weet niet wat, die houden er eigenlijk met andere dingen bezig. Maar ja, je ziet het aan voetbalclubs, tennisverenigingen. Het wordt allemaal minder. Ja. En zo ook de dweilbandjes van Fares. Ja, dat is bijna geen jeugd meer voor te krijgen die dat willen. Maar stel dat het weer gaat herleven, ga je het dan weer oppakken? Nee, want nou toevallig zijn er enkele oud-leden van ons dweilbandje dan, met onze fanfare. De fanfare had bij ons ook altijd een dweilbandje tijdens het carnaval. Maar ja, die hadden ook niet veel mensen die dat deden. En die zijn dan samengegaan. Dus een stuk of 4 oud-leden van onze dweilband met het bandje dan van de fanfare. En dat vind ik wel leuk, want dan heeft Putten weer toch weer wel een dweilband bij de carnaval. Dat is allemaal 2 dagen, denk ik, dat ze spelen. En toen heb ik er ook nog over nagedacht, maar ik had er eigenlijk geen zin meer in. Wij gaan ook met de carnaval waarschijnlijk een weekendje weg, dus... ik had daar niet zo'n zin in. Ik had ook mijn sousaphone al verkocht en die koop je ook niet zomaar eventjes terug. Dat zijn dure instrumentjes. Dus ik denk, ik ga er niet meer aan beginnen. Lekker laten gaan. Ja, ja. Ik heb het druk met andere muziek, wat ik veel leuker vind. Dus, ja, precies. Om daar dan ook weer mijn tijd en energie in te steken. Nee, ja, want jij zingt dus in diverse stijlen. Waar ligt dan jouw hart? Blues. Toch echt de blues? Ja, blues. Dan kan ik met een kraakstemmetje zingen, dan hoeft het eigenlijk niet perfect mooi of emotioneel te zijn. En en wat ik ook met mijn amusement, ik deed ook altijd de polonaises en de wals met Lee en de mensen een beetje voor de gek houden. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Maar nogmaals, ik ben niet echt een... ik zou bij Je Gelooft in Mij, of hoe heet dat programma, dan zouden ze mij een slechter hebben. Ik ben niet zo van dat ik zeg, ik ben hartstikke goed. Ik weet dat ik best leuk gitaar kan spelen. Ik vind dat ik goede teksten schrijf en leuke muziek erbij. Ja. Ja, je moet je toch gaan onderscheiden. En dat doe je dus op deze manier. Ja, dat probeer ik op deze manier te doen. Maar ja, dat slaagt niet altijd in, weet je wel. Want kijk maar in elke top 30 die al jouw collega's hebben. Dat is toch bijna 80% zijn toch wel de accordeonliedjes. En ik hou van jou, ik blijf je trouw. Handen de lucht in enzovoort. Ja, ieder zijn ding, maar het is... het is niet aan mij besteed. Die tijd heb ik gehad met mijn bandjes vroeger. Polonaise en dus jij houdt gewoon voet bij het stuk. Ik blijf eigenwijs en mijn producer zegt ook altijd, mijn plugger ook, Ben, je moet dit blijven doen. Dit is jouw ding. En en ik vind het leuk nog steeds. En het is een dure hobby. Maar ik ga niet omdat mensen in een café zeggen, maar je moet wel daar bij de waterkant. Dat moet je doen, dat vinden wij leuk. Ja, daar ben ik te eigenwijs voor. Dan zeg ik, Zou je dan niet in een bluesstijl kunnen? Nou, misschien wel. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Want ik ben zo eenzaam zonder jou van Wiltura. Wie kent hem niet? Dat speel ik natuurlijk al vanaf mijn 16e in alle bandjes. En dat heb ik altijd al een goed nummer gevonden. Ook een leuke tekst. Bijvoorbeeld wanneer het dansorkest gaat spelen. Nou, dat zijn van die teksten dat ik denk, dat dansorkest. De jeugd weet nog ineens wat een dansorkest is, denk ik. Maar ook dat gitaarlikje, dat zijn 4 noten, 5 nootjes. En het zijn 2 akkoordliedjes. En ja, ik vind het een prachtig liedje. Ja. En toen dacht ik, dat ga ik nou eens in mijn eigen versie opnemen. Dus ik heb daar een beetje een blues, jazzy
versie van gemaakt. En die zing ik dus ook als ik als Benno's moet optreden. Toch weer een kleine verandering. En daar komt dan ook weer dat kraakje, kan ik daar ook wel weer in. Dus dat, maar die is wel heel natuurlijk, dat kraakje. Ja, elk kraakje. Tenminste, ik denk niet dat er één... Omdat als het echt natuurlijk is, dan praat je ook al kraken, denk ik. Ja. Maar ik moet er, soms moet ik het natuurlijk niet te veel doen. Dus ja, maar als ik live sta te zingen, dan doe ik dat automatisch. En dan komen er regelmatig dat de mensen komen. Oh, je hebt echt een lekkere bluesstem. Of lekkere blues, niet dat ik zo goed ben. Maar ja, ik weet, dat is wat ik al zeg, dat is mijn ding. Dus vaak doe ik het automatisch. Want als je het echt op gaat letten, dan doe je het veel te veel of veel te weinig. Dus, ja, precies. Dus ja, mijn nieuwe single heb ik ook weer tegen Laurens gezegd. Let op het kraakje, dat het niet te veel is. En Laurens is daar een perfecte producer voor. Moet geproportioneerd blijven. Die. Want de zang doe ik dan altijd bij Laurens in zijn studio opnemen. Ja. Hij verzorgt dan ook het koorwerk. En die weet van, nou, dit is te veel, dit is te weinig. En samen komen we daar altijd perfect uit. Dus, lekker zo. Ja. Hier is zo'n team. En daarom deed ik bij de Waterkant ook een beetje Engels erbij. Een beetje dat kraakje. Een Lekker toch? Ja. Jij schrijft dus allemaal zelf. Ja. Waar haal jij die inspiratie dan vandaan? Ja, dat vragen meer mensen. Dat is heel verschillend. Soms maak je wel eens wat mee in je dagelijks leven. Of je leest iets in de krant. Of in je vriendengroep zie je iets. Denk, nou, daar kan ik wel een verhaaltje over maken. Wat ik dus heel vaak doe, als jij nou een mooi woord ineens zegt. Of dan denk ik, hé, dat is een mooi woord. En dan schrijf ik dat op. En dan slaag ik dat op een lijstje. En bijvoorbeeld het woordje sowieso. Dat vind ik een mooi woord. Nou, dat komt nou in deze tekst. Daar heb ik dan opgeschreven. En dan denk ik, hey, dat moet ik toch eens ergens gaan gebruiken, weet je wel. En zo, ja, en dan in deze tekst kom ook weer meiden, ga ik meiden als de pest. Ja, daar kom je dan ineens op. Maar als je dan een auto rijdt, dan moet ik het opschrijven. Want anders ga je het weer vergeten, weet je wel. Dus ik schrijf het, of soms mail ik het door naar mezelf als ik ergens ben. Of een spraak mee moet maken. Ja, maar dan moet je, ik ben niet zo handig met die dingen allemaal. En dus zo maak ik dan een lijstje met ideetjes. Ja. En als ik dan een idee over een liedje heb, dan kijk ik op mijn lijstje van zitten daar weer woorden in die ik kan gebruiken in mijn verhaaltje voor mijn liedje af te maken. Ja. En, zo kom ik. Ja, dus het is heel. Ik heb niet echt een manier. Soms ga ik ook gewoon zitten met mijn gitaar en dan komt er ineens een ideetje los. En, inderdaad. Dus, Is er iemand voor wie jij zou willen schrijven dan? Oh, Huub Lubbe van de Dijk. Dat, dat is wel mijn favoriete Nederlandse zanger. Die, helaas gaan ze ermee stoppen. Maar die maakt ook prachtige liedjes en dat zijn ook allemaal liedjes die je begrijpt. Weet je, het is ook weer niet van dat ik hou van jou, blijf je trouw, maar. Ja, echt goede teksten die je toch, maar die je wel snapt ook. Ja. Die je gewoon dagelijks zegt zonder dat je daar erg in hebt. Ja, dus dat is wel een van mijn favorieten. Maar tegenwoordig heb je ook vaak, die rappers net kwam vanavond op de radio toen ik hier naartoe kwam. Ik weet ze nou allemaal niet meer, maar dan heb je die twee, die jongen en dat meisje. Ook heel grote hits momenteel. Maar die maken wel goede teksten. Dat zijn wel leuke liedjes. En, dat vind ik wel goed. Maar Huub van de Dijk. Heb je wel eens geprobeerd om om contact te krijgen? Nee, hij schrijft zelf uit. Ze hebben wel eens tegen mij gezegd, waarom stuur je jouw liedjes niet op? Want ik doe meer Nederlandse blues maken. Waarom stuur je het niet op naar Johan Derksen? Nou, ik zou nog ineens niet weten hoe ik die goede man moet bereiken, maar ik denk niet dat hij op mij zit te wachten. Je bent in de buurt, dan zijn we ook in Grollo, dus. Ja, is dat hier in de buurt? Ja, eigenlijk dat is hier in de buurt, okay. Oh, nou, dan ga ik vanavond dus even langs rijden. Gewoon doen. Ja. Waar ben je het meest trots op? Eigenlijk op al mijn producties wel. Als ik dat weer terugluister, dan vind ik altijd het zit lekker in elkaar. En ik krijg dan ook wel eens van muzikanten van complimenten van het zit goed in elkaar. Maar het zijn, wat ik al zeg, geen luisterliedjes, geen feestliedjes. Dus het is moeilijk om daar iets mee te bereiken, denk ik. Je moet er ook nog eens veel geld in stoppen dan. Want er zijn toch wel zenders in Nederland waar je centjes moet betalen om gedraaid te worden. Ja, dat doe ik niet. Het kost me al. Als jij mij leuk vindt, dan draai je mij. En als je mij niet leuk vindt, zeg je, Ben, sorry, ik vind jouw muziek niet leuk. Dat kan toch, dat mag toch. Dat, dat boeit mij niet zo. Ja. Tenminste, ik heb liever dat je zegt dat je het leuk vindt. Maar, Het is moeilijk. Inderdaad, je bent dus nu druk bezig met je promotie voor Einde Verhaal. Ja. Wat kunnen we hierna van jou verwachten? Oh, ik heb op de bekende muzikale plank nog diverse liedjes klaar liggen. Of bijna klaar liggen, dus wat, ik weet het niet. Soms denk ik wel eens van, waar doe je het allemaal voor? Maar ja, het is een hobby. En nou heb ik toevallig dit jaar twee singles uitgebracht. Maar ik zal niet zeggen dat ik nou volgend jaar weer twee singles uitbreng. Ja, dat is een beetje, het is allemaal afhankelijk van,
ja. hoe mijn hoofd zat. Of, ja. Inderdaad. Ja, dus, ja. Wat kun je allemaal vertellen over Einde Verhaal? Einde Verhaal, ja, het gaat over een man die veel relaties heeft, maar nooit vast. Dus dat altijd weer klaar is. En ja, Einde Verhaal. Ja, wat ik zeg, het is een slow blues liedje. Ik, in de stijl, tenminste het akkoordenschema is in de stijl van I Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac. Ja, het is ook weer een, denk ik, een leuke tekst. En er is weer een leuke clip bij gemaakt met animatie er weer in. Want ja. Mijn vorige clip was ook maar animatie. Ik kreeg wel een leuk compliment, dus ik denk, gaan we weer een keertje doen. Ga ik niet elke keer doen, want dan lijkt het eigenlijk weer allemaal op elkaar. Maar dit, ja, dit keer was het dan dat ik in beeld kwam en dat daar dan animatie bij kwam, ja. kwam ook. Dus, dus ja, dat is een beetje in het kort het verhaaltje over Einde Verhaal. Inderdaad, dus ook in de clips weet jij jezelf te onderscheiden. Nou, ik ben uiteraard niet de enige in Nederland, maar ik ga niet op een bruggetje staan of in een cafeetje. Of, ik had pas geleden iemand in mijn kenniskring die, ah, ik heb een nieuwe clipmaker. En nou, leuk. En, nou, toen zag ik die clip, ik heb hem 4 keer bekeken. En denk, ja, wat is dat? Weer met een drone op een strandje aan een barretje. Ja. Dus er zijn er al zoveel die dat doen. Verzin iets anders. Ik heb ooit wel eens een clip gezien van een zangeres op TV Oranje. Het is nooit een hit geworden, want het was geen goed liedje. Maar die was door een watersloot aan het kruipen. Helemaal onder het blubber. Ik denk, nou, had niks met het liedje te maken. En ik dacht, dat is wel een, ja, dat is iets anders dan op een bruggetje staan te zwaaien en in een café met vrienden de Polonaise doen. Dat doen er al heel veel, vind ik. En, ja, maar het is wel moeilijk natuurlijk om je daarvan te onderscheiden. Ja, moeilijk, ja. We gaan naar de clip kijken. Oh, nou, leuk. Doen. Yes. Benoos, Einde Verhaal. Vaak was er dan eventjes wel die kleed, maar dan kwam er toch weer een kreet. En werd het wederom helemaal einde verhaal. Vaak was het zo, dan papte ik aan met een of andere meid. Maar sowieso was dat nooit voor lange tijd. De een voelde zich niet echt thuis bij mij, de ander nam mij een partij. Opnieuw nu wederom als altijd, verleden tijd. Oh, ik neem me nu voor, zo ga ik niet meer door. Want voor mij wordt het toch geen succes. Ach ja, dan maar niet, heb ik ook geen liefdesverdriet. En wat te denken van al die stress, het is goed zo, voor mij is het snoes en finito.
Benoos, dankjewel voor je kop naar de studio. Ja. Goede reis terug. Dat gaat lukken. Het is bekend. Bijna een vakantiereisje. Inderdaad. Ja. Zeker. Nogmaals, dankjewel. Ja, dankjewel. U bedankt voor het kijken. Volgende week, dan ben ik terug en dan ontvang ik... Voor nu een hele fijne avond. Dag!